Dit is Rondje Regio met vandaag. Meijel bereidt zich voor op het Kinger OLS dinsdag. Leerlingen van de middelbare school in Panningen organiseren festival. Maar we beginnen bij Beek en Bos. Iedere dinsdagmiddag vindt in het restaurant van Beek en Bos het huiskamerproject plaats. De sfeer is erg gezellig en iedere week is er veel belangstelling. Koffie, thee, klaverjassen, Amerikaans jokeren, kruisjassen, rummikuppen, aanzichtkaarten, borduren, breien. Maar het is eigenlijk vooral een heel sociaal gebeuren. Voor wie is dat bedoeld? Nou, dit is bedoeld voor thuiswonende senioren die behoefte hebben aan een middagje, een soort soosmiddag. Contact met anderen, praatje maken, kaartje leggen, wat handwerken. Dus mensen uit de gemeente Leudal. Ja. Ja. En is dat het hele jaar door? Elke dag? Dat is iedere dinsdagmiddag, één keer in de week, het hele jaar door. Ja, geen vakantieperiode. Dus ja, alleen tussen kerst en oud en nieuw liggen we even 2 weken stil. Er is een vervoersregeling. De mensen die niet zelfstandig kunnen komen, die worden gehaald en gebracht. En dat loopt eigenlijk heel erg goed. Dat gaat prima. Dat is een Zijn het vrijwilligers die daarvoor zorgen? Dat zijn allemaal vrijwilligers. We hebben in totaal zo'n 15 vrijwilligers. Waarvan 7, dacht ik zo uit mijn hoofd, chauffeurs die mensen halen en brengen. Ja. Ja, want hoeveel mensen zijn hier? Het zijn er heel veel, hè? Tussen de 40 en de 50 mensen vaak. Ik denk nu ook wel dat er ruim 40 mensen zijn vanmiddag. Ja. Wat is dat voor spel? Hoe heet dat spel? Dit spel? Ja, wat is dat? Rummikuppen. Ja. Bent u er goed in? Kunnen we heel veel geld mee verdienen. Ja. Nou, er wordt hier hoofdzakelijk jokerd. Amerikaans jokeren of gewoon jokeren. Dan wordt er gerummikupt. Er is een tafel met mensen die zitten te bretschen. Er is een tafel die is aan het kruisjassen. En er is een groepje mensen die handwerken. Die wat zitten haken, breien, borduren, dat soort dingen. Ja, maar je mag ook gewoon kletsen met elkaar natuurlijk. Gewoon gezelligheid en een praatje maken, dat staat voorop. En de activiteiten hangen daar een beetje omheen, laat ik het zo zeggen. Ja, en die activiteiten, dat wordt ook georganiseerd door vrijwilligers. Daar zijn ook zeven of acht vrijwilligers die dat een beetje begeleiden. Alhoewel veel mensen dat zelfstandig kunnen. De vrijwilligers schenken een kopje koffie en thee. Gaan nog eens een tweede keer rond met koffie en thee en een koekje. En ik wil ook graag benadrukken dat we heel blij zijn dat we hier bij Beek en Bos zo'n fijne ruimte hebben die we mogen gebruiken. En dat we ook met Beek en Bos op een hele fijne manier samenwerken. En dat we ook vanwege het gebruik van deze ruimte ook ongeveer tien mensen opvangen die dus echt bij Beek en Bos intern wonen. En dat voegt zich heel makkelijk. Dat is eigenlijk geen probleem. U bent een kaart, hè? Ja. Dat vindt u wel leuk, hè, denk ik. Oh ja, dat doen we wel graag, ja. Hoe lang doet u dat al? Mijn hele leven al. Ja. Ja. Maar u hebt in het begin ook een beetje in de organisatie gezeten, hè, nog? Ik ben 31 jaar vrijwilliger geweest. Vanaf 1986, 1 april 1986, van het begin met de oprichting. Ja. Nou. En het loopt goed, hè? Ernie? Het loopt goed, het is druk, hè? Ja, het loopt goed, ja. Maar ik ben nu gewoon als deelnemer. Dus ik ben niet meer vrijwilligster, nee. Wat moeten mensen doen als ze dit ook leuk vinden? Nou, dan moeten mensen, als ze dit leuk vinden, dat is heel simpel. Ze komen op een dinsdagmiddag, dan zijn we hier, dan kunnen ze dit zien wat hier gebeurt. En dan is het duidelijk voor iedereen. Maar ze kunnen ook altijd bellen naar onze voorzitter, Klaasien van Mierlo. Kunnen ze altijd bellen, krijgen alle informatie die ze nodig hebben. Maar nog beter is het om eventjes te komen kijken. Dan zien ze wat er gebeurt. En dan zijn ze meestal over. Het is wel een beetje spanning, heb ik. Naast het grote OLS op 3 juli is er de kindervariant, het Kinger OLS. Een van de 17 deelnemende scholen is Den Doelhof in Meijel. Met de hulp van ouders worden de laatste puntjes op de i gezet om dinsdag door de straten te kunnen trekken. Mijn
moeten de hoeden maken en ik heb thuis ook de sabels gemaakt voor de keizer, koning en de commandant. En de voorbereidingen gaan goed, want nu zijn de marketensters ook de outfit aan het maken en de bordjesdrager is het bord al af. Zo laag mogelijk vast. Ja? Ja. Oké. Okay. Wie? Hier hebben jullie de meter. Ik heb hier een krijtje voor je. Ik kom bij. Mag het ook op de grond leggen hoor. 55 bij 55 centimeter. Dan krijgen we een heel mooie vierkante lamp. Maar dan hebben we een voorbeeld. Een patroon wordt dat. Ik heb zomaar zo'n lange rok aan tot met hier, zo'n schortje. En dan den doelhofje uit hier zo'n sjaarp. Zomaar zo'n doek om ons hoofd. Hier zo'n tonnetje en hier zo'n mand. Heb je er zin in? Ja. Wat maakt het zo leuk dat je daar zoveel zin in hebt? Ja, gewoon. Omdat het gewoon leuk is om zo te lopen en dan omgekleed. Waar ben je het meest gespannen voor? Ja, of het nou allemaal wel goed gaat en niet. Want ja, je moet heel veel dingen tegelijk doen. In de maat lopen en trommelen. En je moet heel veel dingen tegelijk doen en dan krijg je een beetje spanning van. Ja, dat geloof ik, want het is ook niet niks. Nee, zeker niet. En dan komen veel mensen kijken. Ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ben koning. Dan moet ik zo de hand doen en dan moet de koningin, die loopt dan daar, de hand hierop leggen. Ik ben een trommelaar. Dan moet ik trommelen en dan hebben we eigenlijk een speciaal soort maat, zeg maar, waar we het zeg maar, op moeten doen en dat dan heel vaak achter elkaar spelen. Veel geoefend ook? Ja. Pannenkoeken, pannenkoeken, kom maar op. Pannenkoeken, pannenkoeken, eet ze op. 1, 2, 3, 4 ijsjes eet ik op. 1, 2, 3, 4 ijsjes op, op, op. Het is gewoon leuk en dan heb je ook een vrije dag van school. En het is in Meijl natuurlijk. Ja, het is ook in Meijl. Daarom doen wij ook mee. Dinsdag is het zover. Moet er nog veel gebeuren? Het meeste is al klaar. Ja. Wat vind je het meest spannende? De optocht. De dag begint met een openingsceremonie. Daarna om 10:30 is er een optocht. En 's middags is het schieten. Elke school kan punten verdienen bij verschillende onderdelen. Hoe creatief de JL is. En hoe mooi het eruit ziet. En op heel veel dingen. In de klas bouwen de andere kinderen het OLS-terrein na op Minecraft. In hun hoofd zijn ze al bezig met het kinger-OLS. De schutters van den Doelhof bereiden zich ondertussen op het OLS-terrein voor met het schieten. Daarbij krijgen ze hulp van de Meijlse schutterijen. De afgelopen weken, vorige week, zijn we hier ook al geweest met schieten. En daarvoor moesten we nog binnen schieten. Maar nu zijn we aan het oefenen met schieten hoe het ook wij in het echt gaat. Een tactiek heb ik niet echt, gewoon stevig in mijn voeten staan en tegen het geweer leunen en schieten. En dan ergens op richten? Of? Ja, op een bolletje, gewoon precies in het rondje. En gaat het oefenen goed? Ja, voor mij wel. Waar moet je als schutter nou op letten? Wat is belangrijk straks? Met de scope dat je erdoor kijkt dat midden erin zit. En een beetje gewoon concentreren. En niet als je hebt geschoten achter je gaat kijken of rond gaat kijken. Zoals ik deze week heb gezien hoe wij schieten, vind ik wel dat we veel raken. Ja. Heb je er zin in dinsdag? Zeker. Waar kijk je het meest naar uit? De optocht en schieten, maar ook naar, want ik ben dan jarig, dus ook dat. Dat is voor jou dubbelfeest? Eigenlijk, als je het zo bekijkt wel. En je moet niet op de tenen gaan staan of door je knieën zakken, dan is het geweer goed. Rustig aan, denk aan de vingers. Je ging sneller dan jij dacht, of niet? Ik ben commandant. Ik moet zeggen wat de anderen moeten doen en zo en waar ze naartoe moeten. En ben jij ook degene die de jel moet uitspreken? Ja, dat ben ik. En dat is wel heel belangrijk, hè? Want daar gaat ook om de punten. Ja, dat klopt. Mag je al een beetje vertellen wat die jel wordt? Ja. Wat ga jij door die straten roepen? Jou, basisschool en doel of mel, fix dit wel en dan juichen.
Ja, dat is ook wel spannend om voor zoveel mensen in jou te doen en zo. Het gaat vast goed komen. Denk het ook. Het Kinger-OLS vindt dinsdag plaats. Den Doelhof is de enige school uit Pillemaas die meedoet. Een echte festivalsfeer op het Bouwens in Panningen. De cultuurklasse van de middelbare school organiseerde een festival. Het festival heet Connect Wild en dat hebben we met het Bouwens de cultuurklasse georganiseerd de laatste periode. Leerlingen konden zich de afgelopen weken op cultureel vlak ontwikkelen via diverse disciplines, waaronder fotografie, drama, literatuur, koken en design. Onder leiding van professionals heeft elk groepje derdejaarsleerlingen van HAVO en VWO een opdracht uitgevoerd. Je kon bijvoorbeeld food doen, zoals de kraamstier staan, maar je kon ook optreden. En zelfs zat ik bij PR en organisatie, dus vooral het organiseren. Wat heb jij dus gedaan, echt het organiseren van het evenement? Ja, ik heb bijvoorbeeld ook meegeholpen met flyers maken en zo. En later heb ik ook meegewerkt met de aankleding. Emily deed een onderzoek naar eenzaamheid en presenteerde dat op een creatieve manier op het festivalterrein. Ik heb mensen gevraagd om een enquête in te vullen over eenzaamheid. En mijn doel daarvan was om te laten zien dat we ook eenzaam kunnen zijn, maar de positieve kant daarvan. Dus jij wil eigenlijk laten zien dat eenzaamheid niet iets negatiefs hoeft te zijn. Ja, en ik heb ook heel veel mensen gevraagd van verschillende leeftijdsgroepen. Ouderen, docenten en kinderen. Dus ja, en ze hebben allemaal iets ingevuld. En ja, ze hebben allemaal iets positiefs ingevuld. Het is niet voor de leerlingen zelf helaas, maar wel voor ouders kunnen komen. De meesters die ons hebben geholpen met het project en docenten kunnen ook komen. En 8 leerlingen. Ja, want vandaag is ook nog de kennismakingsmiddag. Ja, klopt. Like you. Ik speel piano. Hoe ging het? Ja, het kon wel beter. Ik had echte zenuwen, maar op zich, het ging wel goed. Giel Reiners, die enkele optredens gaf met zijn band, is enthousiast over het project. We hadden een band en dan gaan we liedjes spelen, of hebben we liedjes gespeeld. 6 liedjes hebben we geoefend en die moesten we optreden. Dat was ons project. En ben je ook bij meesters in de leer gegaan? Ja, bij eentje. Dat is Annemarie Sloekers. En daar hebben we vooral geoefend, hebben we eigen liedje geschreven. Wauw, en waar gaat het over dat liedje? Eenzaamheid. Ja, dat was ook een van de 3 thema's waar je uit kon kiezen. Je kon uit eenzaamheid kiezen, diversiteit. En nog een thema, maar dat weet ik niet meer precies. Tevreden over het project? Ja, ik vond het fantastisch. Het is erg leuk. Dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week.